Kan ik hier iets mee? <laughs> ah, nee! Alpha Titan! Neutral Des! Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij Ark Extinction. Vandaag kunnen wij uh, wederom eventjes de item collector checken. Want dat zit natuurlijk weer volgeblazen met gacha-crystals. Dat is natuurlijk helemaal top. Ik kan me niet meer herinneren wat ik zeg maar in de gacha's heb gedaan. Of welke opdracht uh, ik ze heb gegeven. Waarschijnlijk eentje metal. Of degene die alleen maar metal. Dat, dat, dat eigenlijk alleen maar metal. Nou, we gaan eens even kijken wat dit uh, uiteindelijk oplevert. Is dus natuurlijk de Apprentice, Heutemateutjes. En ik zie heel wat metal. Dat is goed. Ik hou wel van metal. Dus even kijken. We hebben hier wat metal. We hebben flak gauntlets. We hebben poorten. Troep, troep. Ook gewoon echt een masscraft torch. Echt van for crying out loud. Echt niemand maakt er gebruik van. Alhoewel, wat is dit? Een water reservoir. Die heb ik eerlijk gezegd nog nooit in mijn hele ark bestaan geplaatst. Dus die kunnen we zo direct wel uh, eventjes plaatsen. Ja, en dit levert gewoon eigenlijk bakken met metaal op. Hoeveel hebben we nu? Gewoon, oké, 2000. Mining helmet. Is geinig. Een volle kantine hebben we eruit uh, Meerdere poorten. Ja, ik zou wat dat betreft nog steeds die ene. Fuck, hoe heet dat apparaat ook weer maken? Die grinder. De industrial grinder. Om uh, al die materialen uit die poorten te kunnen halen. Die ik toch nooit ga gebruiken. Uh, dat kunnen we vandaag gaan doen. En ik wil ook nog een paar andere dingetjes bekijken. Maar na al deze kristallen, heeft dat uiteindelijk in totaal zo'n oh, 5000 metal opgeleverd. Dat is wel zeer, zeer, zeer positief. Dan kan ik die alvast eventjes in de oven gaan douwen. Hé, hey, hoe is het trouwens? Um, had ik iets laten opgroeien? Ik, ik weet het niet meer. Oh, ik had er nog bakken met metaal in zitten. Oké, okay, dat is nice. Oké, tief er maar meer metaal in. Kan dat even lekker draaien. Nou, oh, jullie hebben een paar leveltjes. Zeven stuks. Oh, je had er nog één. There we go. Ook zeven stuks. Waar komen deze zeven verborgen leveltjes vandaan? Of die hadden ze sowieso nog in zich zitten. Dat kan natuurlijk ook. 100% in des? Hoppakee. Oh, deze had 51 levels. Ik zat ervan, huh, welke is dit nou weer? Kijk, lekkere statistieken. Gooi maar op 25k. Klein beetje stamina en de rest in melee damage. Oeh, dat is een goeie. Dat is een knoepert. Waarom lig jij ineens op de grond? Ik kan mij niet uh, herinneren dat ik de jou deze opdracht heb gegeven. Goed, er is nog zoiets wat ik wilde checken, want aangezien volgens mij de vorige aflevering gingen wij voor die ene special weapon de, op deze coördinaten. Uiteindelijk kwamen we erachter, goh, dat speciale wapen lag niet in de kist. Dus... Ik wil eigenlijk een check doen, aangezien die speciale wapen, of dat speciale wapen is. Dus Oké, okay, waar is hij dan? Uh, huh? Waarom staat hier een. Heb ik hier een gewone Rex tussen geplaatst? Dit kan ik me niet meer herinneren. Waarom gebeuren er allemaal dingen die ik me niet meer kan herinneren? Wat de hel is dit? Fire Talon. Heb ik dat gedaan? Ja, dat had ik gedaan, dat klopt. Ik had een corrupte Rex inderdaad meegenomen om uiteindelijk dat ding te halen. Maar voordat ik ga onderzoeken waar uiteindelijk um, dat superwapen heen is wilde ik eigenlijk nog eventjes de enforcers gaan maken die ik hier heb staan. Die ik niet hier heb staan. Waar heb ik ze staan? Die ik hier had staan. Ja, hier waren ze. Uh, daarvoor heb ik heel wat element dust nodig, metal ingets, olie, et cetera. Ik had in de tussentijd wat extra element dust uh, en uh, troepjes verzameld. Dus ook kristallen met de dodikres in de stad. Um, dus daarvoor deze hebben we genoeg. Dat is... Goed, die kan ik meenemen. Heb ik ook genoeg voor deze? Ik heb niet echt gerekend. Ik mis 316 polymer. Oeh, ik heb mijn polymer nog helemaal niet gecheckt. Hello polymer. Maar jij zou het normaal gesproken polymer moeten hebben. Where is my polymer? Hebben jullie wat in jullie? Nee? Zeer droevig. Niemand heeft wat in zich. Waar is mijn polymer heen? Ja, nu zie je dat schoren geluid te maken. Oh, klote zooi. Nou, dan kunnen we in ieder geval deze Enforcer even neerzetten. Dan noemen we jou Enforcer 4. Uh, dan moet ik jou tegelijkertijd ook eventjes gelijk hitchen. Oeh, deze is meer blauw. Dat is wel vet. Deze is meer grijs. Die andere is ook grijs. En deze is meer blauw. I like that. I like that. Ik weet niet of dat. Te maken heeft met de klasse of zo. Als in welk level die is. Dat het meer van invloed is of zo. Uh, behavior, enable wandering. Ik snap niet waarom enable mating ertussen staat. Kunnen we wel proberen. Maar ja, geslachten zijn niet van de orde. Dus meting zal ook niet van de orde zijn. Uh, wacht, misschien kan ik dat aanvullen. Wat miste ik? 316 polymer. Ik, 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 ik kan zelf toch gewoon, gewoon polymer maken. In plaats van dat ik het elke keer die. Cementic paste heb ik genoeg. Obsidian, weet ik niet of ik genoeg heb. Ik uh, kan vast wel 300 maken. Ja, hier, there we go. Ik weet niet hoeveel obsidian ik heb. Volgens mij echt niet dennerend veel. Omdat het gewoon, ah, best wat. Maar omdat het relatief schaars is in deze map. Dat is het geklote eraan. En enige tijd verder is 300 polymer helemaal gefabriceerd. En wel. Ik, ik weet niet meer exact wat het getal was. Maar was het nou 316 of... Iets van ergens in de 300. Ik moet het heel even nachecken hoor. 28 polymer mis ik dus nog. Dus ik moet even 28 bijmaken. Uh, terwijl de polymer aan het maken is, wil ik eigenlijk ook even kijken naar iets wat ik nog nooit heb gemaakt. Oh, dat doet me herinneren aan iets anders wat ik nog nooit heb gemaakt: de water tank. Water reservoir, kan ik eigenlijk beter zeggen. Um... Oh, de is helemaal niet zo groot, hij is echt tamelijk klein. Maar moet ik hem per se op een foundation neerzetten? Ja, oké, okay, laat me ook even kijken hoe die waterleidingen ook, al, ook alweer liepen. Volgens mij moet ik hem daaraan verbinden, zeg maar. Dan kan, maar dan kan ik hem net zo goed aan de buitenkant maken. Oh, ik kan hem gewoon op zijn leiding zetten. Oké, okay, dat ziet er ook tamelijk knullig uit. Ik zet hem dan wel hier neer. Ik weet er echt geen andere plek voor. Not irrigated. Oh maybe because there is not a cable in it. Oh my god. Misschien zo dan? Ik weet niet, dan vliegt hij. Dat ziet er zo stom uit. Zet hem daar eens neer. Maar hij is hier ook niet irrigated. Hoe werkt dit? Er zit toch overduidelijk een waterleiding in. Oh oké, okay, hij is irrigated. Oké, okay, maar er zit er 500 water in. Is dit niet gewoon een andere versie van eh uh, yo man Een, eh uh, nee, hoe zeg ik dit? Een soort water tap? Nee. Dat is het niet. Want ik heb mijn ding erin gedaan en het werkt niet. Wat? Use wa water items or rain to fill up the tank or place it to a connected permanent water source. Water items. What the hell zijn water items? Geen idee. Geen idee. Maar dat betekent dus. Uh, ja, ik kan hem niet oppakken, aangezien het geen S plus ding is. Um, maar deze zou je dus ook gewoon buiten neer kunnen zetten. En dan zou die waar regen op kunnen vangen. Ja jammer dat ik letterlijk in een grot zit waar het nooit regent. En ik heb eigenlijk regen nog nooit in deze map gezien, dus ja, het zal niet echt van waarde zijn, maar misschien in een andere map of zo of een andere locatie dat die wel van waarde zal zijn. Yoot is die polymer klaar. Die polymer is klaar. Dan ben ik ook gelijk door al mijn polymer heen gejaagd, maar hey, dan heb je wel wat, hè? Daar gaat het uit aan de kom. Plomp. Craft. Very good, very nice. We have an another Ascendant under Eh, Enforcer. En ja. plomp. En dan noemen we jou... ...nummer 5. Enforcer 5. En... Ik weet niet speciaal jouw statistieken, maar die gaan we wel bijlevelen. Naarmate... Er tijd overheen gaat, want gegarandeerd, oh niet meting aanzetten, gegarandeerd dat jouw broertje of eigenlijk geslachtsloze broertje al okay, oh, hier inderdaad een paar leveltjes omhoog heeft. Nice. Dan ben jij nu 145. I like that. Oké. Okay, um, ja, dat hebben we nu gedaan. Dat is mooi. Dat waren inderdaad de dingetjes die ik vandaag sowieso wilde doen. Dan wil ik eigenlijk nu een beetje gaan rondkijken bij andere basis. of daar wellicht uh, de, de, de supergun zou liggen. Want ja, die was eigenlijk een beetje voor mij voortbestemd. Zo voelde het in ieder geval een beetje. Aangezien ik de, het papiertje vond met de coördinaten. Oké, okay, we gaan eerst wel eventjes uh, langs uh, Harm zijn basis. Om uh, te kijken of hij hem heeft. En dan gaan we uiteindelijk even kijken. Ik ga het gewoon systematisch een beetje aanpakken. En dan begin ik bij de. Oeh, Ice Titan is er nog. Dan begin ik bij Harm. Dan ga ik uiteindelijk door naar een Link. Die zit in de Desert Biome. En dan. wat de hell is dit? What the hell is this? Is dit weer zo'n. Oh, dat is weer zo'n Titan Riders hockey. Een bushockey. Ja, de turret staat nog aan. Dan moet ik een beetje uit de buurt blijven. Want mijn Terranodon heeft natuurlijk niet veel HP. Maar zo'n hockey zag ik ook al bij Link's basis. Die was toen opengebroken. Dus ik ga ervan uit dat Harms' basis hier dichtbij is. En ik zie eigenlijk de ijstitaan hier al uh, verderop staan. Hopelijk staat hij niet op aggressive. Dat zou echt tamelijk ongelukkig zijn als ik dan aankom vliegen en hij opeens. Bla! Ik ben een titaan, jij bent dood. Dus, ah ja. Mijn, mijn favoriete bijeenkomst. Ik zie, ik zie wat jij ook ziet. En het is. Tamelijk rustig. Drie reksen, een mana-garm. Ah oh nee, vijf reksen. Is zitten klote vleugels. Waar zijn al zijn dino's heen? Oh, daar zit de electrical outlet. Dat is geen goede plek om die daar te laten zien, arm. Als ik één rocket heb en ik schiet hem daarop. Oké, okay, na naast die turrets dan. Demolition allowed. Betekent dat het ons hurmpel al een hele tijd niet meer online is geweest? Oh nee. Oh no. Oh no, no 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 no. Het is akelig stil hier, uh, mannen. Akelig stil. Wat? De Ice Titan is van de Coco Lovers. Hoe dan? Ik dacht dat... Maar hij staat hier echt mogen dichtbij. Staat hij op passief? Staat de Ice Titan op passief? Dat zou wel bijzonder geinig zijn als ik hem gewoon echt kan overnemen. Oké. Okay. Ik ben er een beetje bang voor. Want ik heb hem echt aan het werk zien gaan. Echt midden in de stad. Oké, okay, ik ben akelig dichtbij. En er lopen meerdere dino's omheen. En hij doet niks. Oké. Okay. Het is goed. Dat is zeer goed, ja. Yeah. Zeer goed. Kan ik hier iets mee? <laughs> ah, nee! Alpha Titan! Neutral Des! Nee. Dus ik heb nu gewoon een. een wacht. Um, attack my target. Doe dat eens. En dan. Um, Commandeer ik jou? Nergens op. Op die. Val die aan. Oh oh. Kan ik op zijn nek zitten? Oh jezus. Dat zijn klappen van 2000. Dat is een klap van bijna 5000. Dat is een managarm. Is dat een neutral managarm? Volgens mij wel. Ja, ja, gewoon een wilde. Oké. Okay. Hallo. Titanenvriend. Oké. Um, Oké, okay. okay, nu zit ik erop. Ik voel me zeer eigenaardig hierbij. Ik heb nog nooit. een titaan in mijn leven. bezit. Hier, ik draai gewoon om en ik doe al 300 damage bij gewoon lopen. Alleen, hoe werkt dit ding? Hij is zo traag. Boom. Woe. Uh, boom. Ja, dat gaat wel snel zo. Hup. Yep. Boom. Oké. Okay. Nou. Huh? Oh no. What, ge What the hell? What the hell? Waarom ben ik hier? Heb ik de server gebeukt? Oh no. Oké, okay, wacht. Ik, 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 moet, ik moet even... Of, wacht, misschien kan ik teleporteren. Teleport. Dit was zeer, zeer, zeer vreemd. Hello, hij is returned. Hoe kan dat nou? Want ik zat op de, op de nek van de Ice Titan en toen glitchte ik ineens weg naar echt midden in de stad. En ik drukte nergens op. Is er een bug met die Ice Titan? Ik bedoel, hij is wel voor mij. Wat nou als, wat, wat nou als ik mijn pick-up mod in die Ice Titan doe en dat ik hem gewoon op mijn schouder zet? Dat zou wel heel geinig zijn. Maar waarschijnlijk, als ik hem mee wil nemen naar mijn eigen basis, moet ik echt het hele bok eind van rechtsboven naar linksboven toe lopen. Dat is best een eindje, dus ik kan hem daar voorlopig wel eventjes laten staan. In, de, in de, ja, de veronderstelling van: ah, hij is van mij, zak maar dik. Oh, er zit nu opeens een platform bovenop. Dat zat er net niet. Misschien dat dat de beuk was of zo. Dat er gewoon ineens een platform bovenop kwam. Uh, Gimme. Yes. Ja, want ik weet niet waar ik zit als ik hem ride. Ah ja, ja, er zit nu een stuk armor omheen. Wat is dit allemaal? Items, skins, skins, troep, 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 troep. Heeft dit ding food nodig? Waarom heeft hij maar echt 800 food? Dat vind ik bijzonder weinig. Um, Oké, okay, naast skins. Wat de hell heeft hij. Uh, fuck al die skins. Drop de skins. Oké, okay, hij heeft. Trike Bone Costume. Dat is wel geinig heel wat rex dingetjes kunnen we vast wel gebruiken. Hide, oeh, heel wat corrupted hearts. Yes, die had ik wel nodig. Dat was echt super chill. Die ga ik wel even met me meedragen. Snow owl saddle kunnen we altijd wel gebruiken. Fuck al die primitive shit. Ja, um, yeah, oké, okay, we're good. Wat is trouwens dit hokje hier? Is dat uh, wederom zo'n Titans Rider hockey of is dit? Een harm hockey. Waarom zit Harm's hockey naast... ...Harm's grote basis? I am quite confused. About this particular... Yes. Oké, okay, fuck it. Alpha Titan. Wat is dit? Oh, mijn hemel! Dat deed massieve damage op de grond. This oh my god, dit is wel... ...super vet. I can make big jumps. Big jump. Wee. Klonk. Ja, yeah, zo kun je inderdaad wel beesten doden. Wee. En. Hopsa. Dan ben je ineens buiten. Nice. Maar wat schreeuwt er? Gewoon één T-Rex. You're mighty cute, my boy. En. Boom. Hmm, yes. Quite easy. Wat is dit, by the way? Dit is mijn rechte muisklik. Ik weet niet wat het doet. Ik dacht iets van een ice beam of zoiets, maar... Oké, okay, wat is C? Ah, C doet een soort... Ice breath? Aha, uh aha. -huh, uh -huh. Nou ja, oké, okay, geinig. Het hij beweegt wel echt bijzonder langzaam. Maar ja, ik had ook niet echt anders verwacht van een ice titan. Van een titan in het algemeen, eerlijk gezegd. Het springen is wel echt de meest... Uh, snelle vervoersmiddel. Zijn voedsel gaat trouwens niet achteruit. Dus dat is wel chill. Klonk 18.000 damage. Doe even normaal. 18.000. Dat is gewoon. Op wat heb ik met T-Rexen staan? Uh, wat 20.000 hp. Dus. Dit beest zou met één sprong bijna gewoon al die beesten kunnen killen. Uh, boom. 50.000 toe even normaal. Wat is dat hartje daar rechts? Is dat zeg maar een soort enrage modus? Ik denk het wel. Alleen ik wil even weten wat dit, dit doet. Dit, dit mikken. Kan ik dan mijn... Uh... Ah, dan kan ik mijn ice breath mikken. Of niet? Nee? Maar deze zijn nu wel frozen. Dat is wel dik. En then... dan... Boom! Dit slaat nergens op, joh. Dit is ultiem. Dit is echt ultiem. Maar ja wat, wat verwacht ik ook Het zijn titans Er zijn er maar drie van in deze hele wereld En het zijn de eind Dit zijn echt de opperbeasts Ik voel mij zeer eigenaardig Hoe ik naar voren beweeg Waah! Dat was wel leuk cinematisch Ja um, yeah, fuck it ik laat jou hier gewoon even staan Je gaat gewoon even op neutral Tranodon waarom zit je zo eigenaardig hoog Stop that het, het, is, het is wel heel leuk, alleen het beweegt echt. Waarom? Stop. Oké, okay. there we go. Het beweegt een beetje langzaam. Dus ik, ik, ik kom nog wel terug van jou. Maar blijf daar gewoon maar even staan of zo. Um, want ik moet even Link zijn basis op zoeken. Want nou, het zag er niet naar uit dat Harmen dat. Dus ik ga even kijken bij Link of hij iets heeft. En dan gaan we gewoon weer verder. I spy with my little eye. Tering veel poorten, gewoon willekeurig geplaatst. Demolish your loud ook. Hmm. Is dat niet ingeladen of zit er gewoon echt een gat in zijn basis? Is dat niet ingeladen of zijn er gewoon heel veel foundations missing? Nee, ze hebben wel damage. Was de hatchery incubator, waarom ligt dat in het open? <gasps> link is sleeping. Oh no. Oh, hij heeft ook van die gatja pots Blijkbaar geen turrets meer. Dat is wel nice. kan ik eindelijk eens een keer dichterbij komen. Hello. It's me. Link. What are you doing? Heb jij de gun? Of uh, iets? What the hell? Zijn hier ook al fucking ascendant. Een ascendant blueprint? Fucking rocket pod. Jeez. Oh, hey. Elements. Don't mind if I do. Pistol. Waarom is die zo. So Jemig vent, jemig, hier een tech rifle, Hoe? ja dat krijg je als je die bosses doet waarschijnlijk dat is wel echt ja fuck, die neem ik ook gewoon mee hoor, stik en huigen, hè. die is nu gewoon voor mij piece, armor, wat is dit, tech boots, waarom zien ze zo vreemd uit, waarom hebben ze zoveel hp, of uh, armor, hoe kan dat ik dacht dat tech gewoon over het algemeen 180 armor had, maar deze heeft 562 afgerond. You don't mind if I do. Those are nice boots. Boots zijn wel handig om te hebben, gezien van, vanwege de fall damage. Maar hier ook Ascendant Gilly, Ascendant Flak. Jesus man. Is wel echt major fail. Oh hier. What the hell? King Titan Trophy Alpha. King Titan Flag. Ja, de King Titan is. Dat is echt de upper beast. denk je dat zo'n Ice Titan een upper beast is? King Titan is echt die. Even kijken, de Forest Titan, uh, Ice Titan en Desert Titan gecombineerd zo'n beetje. Dat is echt. Ja, dus Ultimate Beast. Oké, okay, maar ja hij, ja, hij ligt hier gewoon te chillen voor de rest. Maar het ziet er niet naar uit dat hij de gun heeft. Of de Ultimate Weapon, zeg maar. Ik zie wel hier hele leuke Spino's staan. 269, 279. Hey. Hoe? Staan niet op? Oh. Ik, werd ge ik werd gehit. Is er toch nog een turret aanwezig ergens? Of werd ik gehapt? I'm not sure. I am not sure, my dude. Misschien dat er toch nog ergens een turret zat verstopt. Maar ik kreeg een hit van 350. En dat, die ga ik niet uitdagen aangezien. Ja, zoveel klappen kan, ik, kan, kan mijn Terranodon gewoon niet weerstaan. Nou, dan gaan we maar met de Ice Titan en de Terranodon op mijn schouder, wil ik zeggen. Maar voor een reden beuk dat. Oh, nee, oh, nee, dit is niet. Dit is exact niet wat ik wil. Dit is exact niet wat ik wil. Hoppakee, ik moet sneller zijn met mijn muis. Zo. Oh, nu ben ik encumbered. Get the hell out of here. I'm fine. Oké, okay, ehm. Um, dus Link heeft hem niet, Harm heeft hem niet, misschien dat de Titan Riders hem hebben, aangezien nou, het briefje kwam ook oorspronkelijk van hun. Dus dan zal ik mijn weg even naar de stad moeten banen, want ik geloof dat hun basis daar was. Wacht, kan ik niet gewoon even al mijn zware spullen gewoon even in dit beest doen, zodat als ik ga vliegen dan is mijn Terranodon tenminste niet echt ultiem zwak. Want dit beest kan echt wat, 50.000 weight dragen, je kan je gewoon een hele basis opbouwen, maar ja, dat is al een keer gebeurd bij de Desert Titan. Dat zagen we met de Titan Riders, die zaten op de Desert Titan en die hadden een hele basis erop gebouwd. Dus, dat is wel mogelijk. Could not leap, attacking. Wat houdt dit in, dan? Oh my god! Het is gewoon een ijsrots wat ik eruit spuugde. Nog een keer. Ijsrots attack! Blee. Oh, waar gaat hij heen? Oh, wat? Dat ding werkt niet op zwaartekracht. Oké, okay, kotsus dus een ijsding daar naartoe dan? Dat ding zweeft gewoon. Dat werkt helemaal niet op zwaartekracht. Dat is zo so weird. Oké, okay, dit wordt wel een beetje ongemakkelijk. Want ik wil over deze muur heen springen. Maar dat gaat gewoon niet. Dat gaat niet dat is te hoog. En dan lopen we wel gewoon. Naar binnen. Kan dit beest sprinten? Waarschijnlijk niet, hè? Nee. Nou, weet je wat? Dan loop ik wel gewoon. Want er is hier een gigantische poort. Zo, dus gewoon ik loop gewoon en ik, ik kill dino's. Maar ja, ik, ik verwacht op zich ook wel dat als er zo'n grote poot op je landt... Dat je dan... Dat het best wel zeer doet. Oeh, dat is wel leuk. Kijk, er zit hier een... Een, uh, een greppel, zeg maar. Ja, ik kill gewoon even dodo's. En dan moet ik hier omhoog springen. Ik weet niet of ik die sprong haal, maar. Mlam! Shit! Nee, oké, okay, dat haal ik niet. Oké. Okay, um, fuck. Dit ding kan nu echt ongemakkelijk in een greppel vast te komen zitten. Yep. Stad is echt niet echt super toegankelijk voor zo'n ijstijd. Anders moet ik me hier gewoon even aan de zijkant laten. En dan vlieg ik gewoon wel even heen of zo. Hier, uh, ga maar gewoon even op neutral. En dan, uh, dan red ik mezelf wel. Tot zo, meneer Ice Titan. Whoop. Oh, no. Ah, oh, ik had geen fall damage. Boeit niet. Dat is, wel, dat is wel handig om gewoon inderdaad die tech boots te hebben met zo'n Ice Titan. Dan is het echt van. Oh, shit. Ik kan nergens op afklikken. Of wat dan ook. En dan spring je gewoon vanaf en heb je geen damage. Dat is gewoon goed. Wacht, hier waren die mana dat waren uh, volgens mij. Ja, hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. 9 mana-garms. My dudes, please. Uh, maak er maar 10 van. Dus dat betekent dat hun basis hier wel in de buurt is. 11. 11 managarms. 12. Really? 12. Doe even normaal. Hi. Ik weet even niet meer waar hun basis was. was op zo'n vliegend platform-soort van aan zo'n paal verbonden, maar ik weet niet meer welke paal het was. Ah, found it. Oh, zat er niet zo'n energiekoepel omheen? Volgens mij wel, toch? This is very very weird. This is glass walls, demolish allowed. Dat dan wel, maar hier dan weer niet. Really? Excuse me. What happened? Well, waar zijn alle dinos heen? Ik zie één wolf, een dodiakris, en daar houdt het een beetje bij op. Ik vraag me af trouwens wat deze vlag ook is. Ik nee, dat is zien. Mecca King Titan. Een Mecca King? Wat de, Hoeveel King Titans zijn er? King Titan. Wat voor varianten? Je hebt een Gamma King, een Beta King, een Alpha King. Wat, is er ook nog iets over een Mecca King? Ik heb. Geen idee. Geen idee. I don't get it. Waarom is alles zo gek gek gekleurd? Vind ik een beetje frustrerend voor mijn oogballen. Oeh, wat is dat? Is dat de forest titan? Op een standbeeldje. Really? Oké. Okay. Maar zo te zien zijn er... Ge... Wiens lichaam is dat? Wacht even, ik neem jou even op mijn schouder. <laughs> ja, dat is glas. Hé? Hey. Is dat T Rudy? I see nothing. All I see is skins. Jones. Element neem ik mee. Oeh, hij heeft speciale gloves met meer. Hoe heet het? Oh wacht, hij heeft zelfs hier nog. Oh wow, deze zijn echt fucking goed. Hoe kan dat nou? Ah, uh, maar take that. Those are mine. now. ik bedoel, die tech armor weegt toch geen ene shit. Agent Tony. Goed zo, Agent Tony. Tech Generator. Sleeping pods. Sleeping pods zijn wel handig. Die kan ik zelf op zich ook wel hebben. Maar er is hier echt helemaal niks meer van over, joh. Hello? Wat, wat zijn deze trophies? Trophy wall. Trophy wall. Ja, maar van wat? Um, wall mount. Demolish allowed. Ik weet, ik weet niet. Ik kan even niet zien van welke beest dit zijn. Large taxidermis. Uh, maar dit is de Forest Titan, toch? Waarom heeft de Forest Titan geen armen? Zeer eigenaardig. Kampioen hurmpol. Hurmpol? Dus, uh, moet dit zeg maar harm vertegenwoordigen of zo? Wie is dit? Noob, meneer. Oh, dat moet mij zeker vertegenwoordigen. Ja, oké, okay, leuk, hè. Hij heeft een hele mooie paarse fur outfit. Ik heb echt zo'n flag-tering-ding. Zou ik. Ik wist helemaal niet dat je menselijke shit erop kan zetten. Hmm. Really? Wat is dit? King Titan Flag. Ik vind het ook wel jammer dat ik als Noob, meneer, word neergezet. Jammer weer dit. But. Oh, hier. Teleport des. Ja, maar er is hier niks. En ze hadden beide het wapen niet. Waar is het wapen heen? Is het wapen gewoon mysterieus verdwenen of zo? Ik bedoel, if there is no weapon. then what is the point? Maar daarentegen, ja. Harmsbasis zag er nou op zich nog oké okay uit, maar had geen dino's. Linksbasis vernietigd. Titan Riders basis vernietigd. En dan ben ik echt de enige. Dat is wel bijzonder sip. Ik ga mijn uh, Ice Titan wel gewoon pakken. En dan. Uh, ja, zien we het wel. Is trouwens wel vet. Ik ging echt van Tering hoog. Ging ik uh, base jumpen En wee. plop, Alles is in orde. Oh, daar is mijn Ice Titan. Wee. Ja, daar kan je leuke sprongen mee maken. Nu gaan we het krijgen. Dus The Leap of Destiny. Weeeeee! Nou helemaal naar beneden, ja. Als het goed is kan hij dit wel overleven. Nou, of ik land gewoon echt zeer amateuristisch half op een waterval. Oké, okay, now we need to find our base en dan ja, moeten we maar even bedenken wat we gaan doen. Het is ook gewoon echt zo'n command pod waar je in zit. Dat is wel geinig. Oh ja, hier links stond het een uh, hokje van de Titan Riders nog. Ja, wel zo. Ik had hem wel al half kapot gebeten, maar. Nou, uh, oh, ik, mis, ik mis mijn slag compleet. Boom! Hoppakee, damage. Boom! Oké, okay, nog één hit. Boom! Oké, okay, het gaat echt bijzonder langzaam stuk, moet ik zeggen. Kan ik niet gewoon. Ice breathen? Oké, okay, dat doet echt vrijwel geen damage erop. En how about these? Boom! Het doet wel echt massieve damage hoor. Ja, het gaat wel stuk. Oké, blijf weinig van over. Het is gewoon even een leuk geitje. Het moet gewoon kunnen. Oké, okay, uh, ja, onze basis is hier. Maar... Fuck it, ik laat die ice titan hier wel gewoon staan. Want anders... Uh, oh, mijn benen doen het niet. Uh. Dan doe ik het wel zo. Ja, ik laat hem daar wel, wel staan. Ik heb er anders echt geen ruimte voor. Tenzij ik hem echt midden in het meertje plaats. Maar het is ook weer zo onhandig manoeuvreren hier langs. Maar goed, dan hebben we een Ice Titan. We hebben geen tegenstanders meer. Aangezien, nou ja, ja Harm heeft geen dino's. Dus die zou ik kapot kunnen maken mocht ik uh, daar verlangens naar hebben. Verlangen zijn in, gewoon intens laag. Link is niet meer. De Titan Riders zijn niet meer. Dus ik ben eigenlijk de enige nog op deze server. Eh, misschien is het dan ook maar gewoon een idee dat wij het dan ook gewoon afsluiten. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze serie. Ark Extinction zit er dus bij deze op. Maar goed nieuws, goed nieuws. Ark Valguero, een nieuwe map met dus ook een nieuwe dino, is uh, uitgekomen. Ik ga eens even kijken of daar een servertje voor valt op te zetten. Gaan we zien, gaan we zien. Maar voor nu is Extinction klaar. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video en serie? Beloon het dan zeer, zeker met een duimpje omhoog. Wil jij twee andere video's van mij zien? Druk op de knoppen naast mij. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei! doei.